Dank u wel, Luc, voor de inleiding. Het is voor mij altijd zeer aangenaam om in mijn eigen gemeente een lezing te kunnen houden over een onderwerp die mij enorm interesseert. Maar ik moet eerlijk zeggen, ondanks onze 30 jaar vriendschappelijk, heb je mij eigenlijk een beetje benadeeld. Ik heb maar 35 minuten gekregen om te spreken over de mondzorg, terwijl ik daar normaal 350 minuten over spreek. Dus ik moet nu een 120 plaatjes zien te verwerken in een 35-tal minuten. Ik ga mij beperken tot het meest essentiële. Ik heb enkele nieuwe dingen mee. Maar ik ga mij beperken tot het meest essentiële voor wat betreft de zorg en de acute mondzorg. Goed, dat is hier geen opsomming om indruk te maken. Want iedereen iedere ding geeft zijn betekenis. Het is te zeggen, ik ben hoofdpleegkundige van de intensieve zorgafdeling. Wat wil dat zeggen? Dat ik bijzonder, maar dan ook bijzonder gevoelig ben voor infecties. Mijn benadering van een wonde is altijd, wat in mijn achterhoofd is daar een infectie aanwezig of niet. Dan ten tweede, ik ben verpleegkundige wondzorgspecialist in het Sint-Jan ziekenhuis. Vandaar de reclame. Ik heb het ook beloofd aan mijn arts om reclame te maken voor de beste wondkliniek van België. En dan het, mogelijk een beetje chauvinistisch zijn. De laatste is zeer belangrijk voor mij. Ik heb mij een 15 jaar terug voor mijzelf een kweeste aangenomen om te zeggen dat ik altijd bij iedere lezing of iedere les dat ik geef jullie ziekenhuiswerkers, gezondheidswerkers er toch attent op te maken dat orgaandonatie iets heel belangrijk is. Op intensieve dienst worden wij daar heel veel mee geconfronteerd en ik ervaar dat het grote probleem dikwijls is voor wat betreft orgaandonatie dat er thuis niet gesproken wordt over orgaandonatie. Spreek daar toch een keer over. Zodanig, jammer genoeg, eens komt er een einde aan ons leven, dat wij dan weten, of dat de familie dan weet van elkaar, zijn jullie bereid, of is mijn familielid bereid om de organen af te staan. Het is een warme oproep. Denk een keer, dat is hier een briefje van iemand die een nier gekregen heeft. Moet ik denken aan het nieuwe leven dat die mensen krijgen door een orgaan te krijgen van een donor. Ik wil dat maar een keer zeggen, u neemt, doet ervan wat hij wilt, maar denk daar toch een keer over. Goed, en nu gaan we over naar de lezing eigenlijk, of naar de uiteenzetting. De heling van de chirurgische wonden, een beetje algemene begrippen. Eerst een zeer moeilijk begrip. Als u de literatuur leest over de wondheling, dan zie je dikwijls een keer staan. De wonde sluit zich per primam intention, per secundam intention en per tertiam intention. Dat is eigenlijk een onderverdeling van de acute wonden in drie grote groepen. Wat wil dat zeggen in het Vlaams, in het mooie Vlaams? Heel eenvoudig, per primam intention. Dat is een wonde die gehecht wordt en die gehecht blijft, die mooi samengroeit. Dan hebben we secundam intention, dat zijn die wondekes met zeer onregelmatige randen, waarbij dat de kleine vorm van dehiscentie te zien zijn. En dan per tertiam intention, dat zijn de wonden die opengelaten worden om nadien te spoelen, bijvoorbeeld het abdomen te spoelen. Denk bijvoorbeeld aan een acute pancreatitis, dat moet gespoeld worden, dan is dat een wondheling per tertiam intention. Goed, de gesloten wonden. Ik ga het echt serieus eenvoudig houden, maar nog een keer, ik heb enkele nieuwe genen bij. We zien hier een gewone wonde. Wel, wat moeten jullie daar allemaal van weten? In een ziekenhuissituatie mag die wonde ongeveer een 48 uur gesloten blijven. Als het verband aangebracht wordt per operatief of juist postoperatief, mag dat gesloten blijven. Maar ik begrijp ook natuurlijk wel de chirurgen die het s'avonds als geopereerd hebben, die het s'avonds naar de patiënt gaan kijken, dat ze toch graag een keer de wonde zien en dat het verband dan moet vernieuwd worden. Ik begrijp dat ook. Maar in feite kan het 48 uur ter plaatse blijven. Een vraag dat we zeer veel krijgen, dat is, wat moeten wij doen met die wonden? Een wonde gewoon reinigen met fysio, wanneer dat zulke wonden is meer dan voldoende. Met uitzondering van intensieve dienst en voor al de immunogecompromitteerde patiënten, daar, maar ik kom daarop terug, daar moeten de wonden altijd ontsmet worden. Ook bij diabetes voor een patiënt met traag. Ja, dat doet hier weinig ter zake, maar ik wil het toch volledigheidshalve zeggen. En dan doet men de kleed, brengt men het verband aan en hier is er al iets speciaals. Let goed op als je een verband aanbrengt. Wat is er hier gebeurd? Dat zijn de zeer bekende trekblaren. Dat is bij ons in het ziekenhuis een plaag geweest, jaren terug. Trekblaren, wat is dat? Wel, de patiënt wordt geopereerd, geweten in de onmiddellijke postoperatieve fase. Dus de operatie is gedaan, dat doet de verpleegkundige in de operatiezaal. Die gaat het verband mooi aanleggen. Over het algemeen is dat een meepoorverband met stevige kleefstrook.
dat verband wordt aangebracht. Het is ook een beetje een beroepsfierheid om dat verband zeer mooi aan te leggen zonder plooitjes. Wat doet men dan? Men spant het verband tamelijk goed aan, men brengt het op de huid. Maar wat gebeurt er? Postoperatief ontstaat een edeemfase. Bij een edeemfase gaat alles beginnen zwellen en wat gebeurt er? Men krijgt een tractie op die huid. Die tractie kan zodanig erg worden dat er een blaarvorming ontstaat. Dat is hier nu echt een voorbeeld. Kijk, ik kan hier nog een klein beetje de contouren zien van het verband. Dat zijn echte trekblaren. Niet alleen zo, dus... Ik ga onmiddellijk de oplossing geven. Niet alleen zo, maar hier ziet men die steriestrips die aangebracht geweest zijn. Die huid is beginnen zwellen en men ziet ook de kleine blaarvorming. Het zijn allemaal voorbeelden van trekblaren. Hier zie je opnieuw een trekblaar, maar wat hij hier zit, tot onze schande. Kijk je goed, dat is hier een zeer grote verpleegkundige fout. Wat ziet je hier aan de verpleegkundige fout? Het verband is er nog tamelijk abrupt afgetrokken, waardoor dat er hier een ontvelling is ontstaan. Ik heb nog van die plaatjes mee. Je kunt erbij lachen, maar als je wakker wordt, en dat doet enorm veel pijn, en dat is zeer moeilijk om verder te behandelen, dat is eigenlijk een beetje een verpleegkundige fout. Laat het ons zo zijn. Goed, wat hebben wij daarmee gedaan? We hebben daarvoor een speciaal verband aangebracht, de Maple X Border. Post op, ik maak geen reclame, maar dat is een fantastisch verband om de heel eenvoudige reden dat het verband een beetje uittrekt. Dus als men het aanbrengt, per operatief of juist onmiddellijk postoperatief, en er komt een edeemfase, gaat het verband een beetje uittrekken. Het grote voordeel van dergelijke verbanden, iedereen kent, dat is de SafeTac-technologie. SafeTac-technologie, dat is dus geen lijm die op deze compress ligt, dat zijn allemaal zuignapjes. Dat is trouwens ook in siliconen, dat zijn zuignapjes en wat gebeurt er als je het aanbrengt op de huid, geeft dat eigenlijk nooit een irritatie. Een ander voordeel aan Plus is dat men zeer gemakkelijk, onmiddellijk postoperatief, je kan kijken naar de wonden zelf, maar kan dat voorzichtig aftrekken en dan kan dat verband onmiddellijk voorzichtig teruggelegd worden en het blijft even goed, kleven is een slecht woord, maar het blijft goed, even goed adhereren aan de huid als voordien. Goed, ik ga ook geen anti-reclame maken. Ik ga niet zeggen hoe dat verband hier noemt. Maar let toch alstublieft op als men verbanden gebruikt waarvan dat men zegt van kijk, er zit daar een soort plastic laag op en dat zorgt ervoor dat dat nooit ingroeit of dat dat nooit inkleeft in de wonden. Bij ons, als het in de wondkliniek patiënten komen vanuit de thuisverpleging of vanuit een rusthuis met dergelijke verbanden, dan is dat onmiddellijk, dat is het eerste dat we al doen, dat nooit meer gebruiken. Ga ik je tonen waarom? Dat is hier hetzelfde verband die aangebracht geweest is rond een drain. En wat ziet je? Dus men zegt dat is een anti-kleeflaag. Een anti-kleeflaag kleeft nooit in. Het absorbeert zeer goed. Het absorbeert absoluut niet. Waar het absorbeert goed, zegt men, dan moet ik kijken hier naar de contouren van dat verband. Dat geeft een verweking. Gebruik dat niet. Het geeft een verweking. En die verweking leidt tot uitbreiding van de wonden. Dat is hier nog een keer een voorbeeld. Dat is ook zulke verband dat men... Je ziet dat het hier inkleeft. En wat bovendien, als men dat verband eraf gaat, dan ziet je al die pluisjes komen. Die pluisjes kunnen in de wonden terechtkomen, kunnen daar een irritatie geven. Ik geef het jullie maar mee. Jullie doen er zelf mee wat je wilt. Maar let op bij het gebruik van dergelijke verbanden. Goed. Ik ga verder. Een tweede aspect bij de acute wonden. Dat is een beetje de overdraads- en opvangsystemen. Je ziet hier een algemeen beeld, maar dat is hier een drain abdominaal aangebracht en dat is hier eigenlijk al iets die niet mocht gebeuren. We zien dat er hier een sterke irritatie is ontstaan. Dat kan in feite voorkomen worden. Onthoud, voor de mensen die in de ziekenhuizen werken, als je geconfronteerd wordt met drains in de urologie, met drains die abdominaal werden ingebracht, abdominale inhoud is zeer agressief. Komt dat op de huid, dan kan dat irriterend werken. Dus preventie is daar ten zeerste aangewezen. En hoe kunnen wij de preventie doen? Iedereen kent dat met een barrièrefilm. We zien hier, dat is hier dus de cavilon. Dat is hier een steriele een stokje dat wij gebruikt hebben. Je kunt dat ook met het flaconnetje en spuiten. Dat wordt eigenlijk meestal gebruikt voor centrale katheters, omdat dat strikt steriel is. Het spuitje kan hier aangebracht worden en dan is het verder verloop een zeer, zeer goede verzorging doen van de drains. Dus met een plaat aan te brengen, de opening juist te snijden en dan een zeer goede drainage te doen. Ik heb het al gezegd, dat is hier eigenlijk een fout. Dat kon vermeden worden door preventief te werken. Maar als je nu geconfronteerd wordt met dat, zal ik u een wondermiddel tonen.
dat je dat kunt genezen. Dus als je nog een foto hoe dat het allemaal moet traineren. En dat is hier het wondermiddel. Ik weet niet of er mensen al gewerkt hebben met de Cavilon Advanced. De Cavilon Advanced is een ongelooflijk product. Om het maar een keer aan te halen. Collega's in Leuven hebben een volledige strategie veranderd voor wat betreft de behandeling van IAD, incontinence-associated dermatitis. Jullie kent dat, die roodgeit op de luier-erythemen, dat wil je ook zeggen, op de stuit. Als men een ontvelling heeft, een rode ontvelling heeft, vol van irritatie, dan is de Advanced een fantastisch middel. Waarom? Wat is het groot verschil met de gewone Cavilon? Dus dat is hier de Cavilon Advanced. Wat is het grote verschil met de gewone Cavilon? Als je Cavilon spuit op de huid en hebt een klein beetje slijmvlies, dus je hebt bijvoorbeeld een stoma, en je zegt, ik ga pedisch, kan er onmiddellijk over spreken, en je wil een pedistomale barrièrefilm aanbrengen, en je brengt die een Cavilon aan, wat gebeurt er? Die Cavilon die gaat zich adhereren aan die huid, maar op slijmvlies blijft hij niet kleven. Dus gelukkig maar dat die stoma niet blijft kleven. Maar ik denk nu aan een andere wonde, bijvoorbeeld een wond tegen sensie, als je daarop spuit, of een irritatie, zoals we dat zien rond in de drain, als je daarop spuit, gaat dat niet op die irritatieve huid blijven kleven, omdat dat te vochtig is. Gewone barrièrefilm kleeft niet op vochten. Dat is het groot verschil met die Advanced. Die Advanced blijft daar wel op kleven. Met andere woorden, men heeft een dubbele werking. Zelfs op het slijmvlies geeft men een bescherming tegen uitwendige factoren, terwijl dat men eigenlijk van binnenuit dan een verdere heling kan doen met die wonden. Ik heb daar eigenlijk spectaculaire zaken van gezien. Een fantastisch product. Hoe werkt het? Geduwd hier op dat sponsje vult zich met die Cavilon Advanced en hij brengt het heel ruim aan. Eén keer om de 3 dagen. Groot nadeel, bijzonder groot nadeel. Peperduur. Kost ongeveer €30 voor 1 behandeling. Dat is een beetje het nadeel ervan. Nu, ik denk dat men nog de studies daarvan nog een beetje moet betalen, of de research, maar dat zal heel zeker goedkoper worden omwille van zijn fantastische eigenschappen. Goed, iedereen kent dat hier ook, het drainagezakje met een spuit. Nog een keer, abdominale inhoud is zeer agressief. Let goed op de spelden. Tot onze schande hebben wij 1 jaar of 4 terug dit tegengekomen. Dat is een spuit om de drain vast te houden die volledig verroest was. Verroest was, dat was na 1 dag, die was eigenlijk aangetast door de enorme irritatieve inhoud van het abdomen. Er bestaan speciale spuiten. Nu hebben wij uiteraard een speciale spuit die ietsje duurder zijn, die dus volledig resistent zijn aan verzuring. Dat is een goede methode van draas. Dat is een goede methode van om draas te kleven. Schuimverband. Schuimverband absorbeert goed, is zeer zacht. Zorgt ervoor dat er geen vochtigheid ontstaat rond de draas. Zorgt ervoor dat er dus geen irritatie kan ontstaan. Maar, de draas. Dat is een goede verzorging. Dat is een slechte verzorging. En wat is er gebeurd? Ik begrijp dat. De patiënt ligt daar en de draad ligt onder de huid. Dat zal een irritatie veroorzaken. Hetgeen dat nu gaat tonen, mag niet verschieten. Weet je wat dat is? Dat is hier de hoogte van mijn bilnaad. Ik toch altijd een keer mijn poep aan het publiek. Dat is hier. Hier. Dat is hier de vulva. Dat is hier de bilnaad. Dat is inderdaad een wonde ten gevolge van 1 nacht de zonde, blaaszonde, onder de patiënt te laten liggen. Dat vraagt 6 maand werk om die wonden te verzorgen. Dat ligt in een zeer, zeer gecontamineerde zone. Dus het risico van infectie is daar zeer groot. Zeer moeilijk om te verzorgen. Enorm pijnlijk. Dat is het gevolg van een blaaszonde. 8 uur onder de patiënt te laten. Idem dito. Dat degenereert altijd maar verder en verder. En hier is de beginfase, is hier de blaarvorming ook, omdat de blaaszonde onder de... Alsjeblieft, let daar op. Dat vraagt toch geen inspanning om die blaaszonde boven het been te leggen. Idem dito met de hielen. Ik mag hier niet over spreken, maar ik ben daar zo gevoelig aan. Een hieldecubitus, als je 8 uur de patiënt de hielen niet laat zweven bij patiënten die zich niet kunnen bewegen, dan heb je dan 8 uur decubitus. En ik zit nu al 10 jaar in de wondkliniek, dat is zelfs al langer. En wij hebben veel hieldecubitus dat wij moeten behandelen vanuit rusthuizen en andere en zelfs thuissituaties. Dat duurt 1 jaar. 1 jaar
voordat die voeten genezen zijn. Die mensen hebben kine nodig, enorm veel kine nodig, en die mensen kunnen nooit meer normaal wandelen. Dat is een verschrikkelijk iets. Dus laat die hielen zweven, leg daar een kussen onder, dan ga je dat probleem niet hebben. Goed, we gaan verder, debridement. Dat is hier dus een wonde. En je ziet hier die zwarte necrose. Het debrideren, iedereen weet wat dat is. Ik ga je nu al vertellen, voor de mensen, zeker in de thuissituatie, en zeker in het ziekenhuis ook, debrideer niet zelf. Debrideer niet zelf. Snij niet zelf. Tenzij dat de arts het uitdrukkelijk beveelt, en dan nog moet je nog een keer zeggen, ja, maar dokter, ik ben er toch eigenlijk een beetje bang van, hoor. Want, let op, bij patiënten die een verhoogde bloedingskans hebben, bij mensen die bloedverdunners nemen, als je daar debrideert en je debrideert een beetje te ver, dan ga je echt serieus veel problemen hebben. Idem dito, wanneer er een moeilijk onderscheid is tussen vitaal en niet-vitaal weefsel. Als je een vitaal weefsel snijdt, zal dat bloeden met al de gevolgen van dit. Dus snij niet. Snij niet. Debrideer niet zelf. Toch zeker niet snijden. Hier zie je een voorbeeld van dokter Van Koolberg, dat is onze wondzorgarts, die nu een debridement doet van die wonden, waar wij in de wondkliniek wel mee werken, graag mee werken, dat is met dit curetje. Dat is een wegwerpcuretje, ik weet niet of jullie dat kennen. Daar kunnen jullie heel, heel goed wonden mee reinigen. Heel voorzichtig, je kunt daarmee niet snijden. Je kunt daar eigenlijk mee raspen, maar niet snijden. Dat is een heel goed instrumentje. Dus hier zie je dokter Van Koolberg die necrose dat ik daar juist getoond heb, wegsnijden. Probeer dat dus nog een keer, voor de derde keer, probeer dat niet zelf. Goed. Wat je wel kunt doen om wonden te reinigen, en we zijn er eigenlijk een beetje fier op, omdat wij dat nu al een lijntje doen, dat is een beetje onze methode. Iedereen kent dat hier, die borstjes, die swaps. Een swap, dat is om de mond te reinigen. Wat doen wij? Dat is de meest ideale methode om de wonden te reinigen. Dat is een swap, drinken in isobetadine wash, 7,5%. En je moet op de wonden, dat is hier nu een chronische wonde, maar je kunt dat ook doen voor acute wonden, als de patiënt geen pijn heeft, als de patiënt dat kan verdragen, dan moet je ongeveer 3 minuten wrijven, totdat het schuim wit is, en dan heeft men een ongelooflijk goed debridement gedaan. Wat je moet weten, de biofilm, maar ik kom daar onmiddellijk terug, de biofilm, dat is de vijand nummer 1 in de wondzorg geworden. Dat retardeert de wondheling exponentieel. Dus als men met deze methode, met zulke swap en isobetadine wash wrijven, dat is ongeveer 3 minuten, dan heeft men een perfect debridement gedaan. Goed, als de patiënt veel pijn heeft, kan men een debrisoft gebruiken. Ik weet niet of jullie de debrisoft kennen. Dat is een speciaal doekje. Beetje nadelig is dat het momenteel nog duur is. Het is ongeveer €6. Maar het is ongelooflijk goed om wonden, open wonden, postchirurgisch, als de wonden moeten gedebrideerd worden, te reinigen. Dat bestaat niet alleen in een doekje, dat bestaat ook in lollies. Men zegt daar tegen een lolly. In spoedgevallen bij ons wordt dat veel gebruikt. Louter ter informatie toon ik u een plaatje van een schaafwonde. Dat is hier een schaafwonde, dat is al heel lang geleden. Een vuile straatschaafwonde. Wij hebben dat met zulke debrisoft behandeld. Na 30 seconden wrijven. En dat is het resultaat na 3 minuten wrijven. Je ziet dus dat die schaafwonde... Dat is omdat dat zeer goed argumenteert of zeer goed aantoont hoe dat met de wonde... Dat is heel veel slijmvlies, kan men dat zo niet presenteren. Kwestie van onderricht. Maar dat is hier eigenlijk een prachtig voorbeeld hoe efficiënt een debrisoft is. Dat zie je bij arteriële ulcera, dat wij ook doen. Je kunt dus daar de wonden zeer mee reinigen. Nu, ik wil zo ook nog een keer een woord maken, een klein beetje een zijsprong van debriderende honing. Ik weet dat honing nogal veel gebruikt wordt, daarvoor niet altijd in de acute zorg, maar honing wordt nogal veel gebruikt. Let op met honing. Persoonlijk vind ik dat er maar één goede honing is, dat is de Algivon. Dat is van de Manuka honing, zegt men tegen, de Manuka struik. Dat is de enige honing die eigenlijk zeer, zeer multi-antibacterieel werkt. Dan kan dus de wonden daar zeer goed mee ontsmetten. Enkele voorbeelden, dat is wel chronisch, maar dat is juist om dat aan te tonen. Een zeer, zeer moeilijke wonde hier. We hebben daar van alles mee geprobeerd. We hebben dan die Algivon erop gelegd en dat is eigenlijk het resultaat na ongeveer 2 maanden. Terwijl dat we een jaar bezig waren met andere zaken. Idem dito, dat is hier een borstcarcinoom. Hier een zeer, zeer moeilijke wonde die heel sterk geïnfecteerd was. We hebben daar met alles geprobeerd en met die honing is dat eigenlijk perfect geheeld. En dat is hier het nieuwe. Ik weet dat er nogal bij jullie dat er nogal wat gesproken wordt over suiker.
isobetadine gel plus suiker, isobetadine dermicum plus suiker. En ik heb erbij gezegd suiker plus isobetadine, flaminal plus, dat moet eigenlijk flaminal plus suiker zijn, dat doet men nu ook al. Men doet nu al flaminal plus suiker plus isobetadine. Men is dus ongelooflijk bezig met van alle soorten te doen. Ik heb daar zeer veel problemen mee. Ik weet dat dat een beetje werd, dat geeft een osmotisch debridement. Maar dat is hier een nieuw product, een ongelooflijk goed product. Dus vooral dat ik zeg, de Deus Ex Machina, de Jodosorb poeder, is een fantastisch product. Dat is een soort zetmeel met jodmoleculen erin, die zeer antiseptisch werken. Eén nadeeltje, zulke flacon hier van 50 gram kost ongeveer €75. Maar je kunt er heel lang mee doen. Als jullie het gebruiken, dan gebruiken jullie de zakjes 7 keer 3 gram, dat is ongeveer €45. Maar je kunt daar eigenlijk heel lang mee doen, maar het geeft fantastische resultaten. Nu, we gaan verder met de wonden, met acute wonden, de wondinfecties. Dus wij maken een gradatie in de wondinfecties over 4 soorten wonden. De gecontamineerde, gecoloniseerde wonden is een heel apart lezing om te spreken over infecties. Maar ik wil maar juist zeggen dat men dus in de literatuur internationaal zegt dat men eigenlijk meestal goed kan reinigen. Het is enkel en alleen kritische patiënten, immunosuppressie, diabetes, voet en trachio, moet men er eigenlijk ontsmetten. En wanneer men een geargumenteerde, geïnfecteerde wonde geeft, dan moet je altijd de wonde ontsmetten. Maar vergeet niet dat je de wonde, een geïnfecteerde wonde, moet je altijd aan de twee kanten bestrijden. Niet alleen aan de buitenkant met een antisepticum zoals desobetadine, maar ook aan de binnenkant, het immunologisch systeem moet geactiveerd worden door het geven van antibiotica. Anders ga je er niet lukken, ga je er niet geraken. De vaststelling, dat is nu de gewone praktijk. Hoe ziet je nu in feite dat de wonde geïnfecteerd is? Ik maak mij altijd een klein beetje zorgen. In de wondkliniek krijgen wij dan vaak een keer een brief van een huisarts die zegt een massieve erysipelas. Ja, maar erysipelas, daar komt eigenlijk niet zodanig veel voor. Hoor. Een erysipelas is meestal een streptokok die eigenlijk subcutaan zit. Dat moet geargumenteerd worden, dat moet eigenlijk bevestigd worden met labo-onderzoek. Niet al de roodgenen zien erysipelas, alhoewel dat dikwijls in gemist wordt. Maar kijk, wat zijn de tekenen van een infectie? Wel, de rubor, calor, dolor en tumor, weet nog allemaal uit school. Dus we zitten in erythem. Maar ik heb hier weer bijgezet, KV, let op, roodheid door het verband of door het verwijderen van het verband. Let op voor allergische reacties en hematoom. Maak daar een differentiële diagnose in. Hoe ontstaat die roodheid er nu? Is dat nu eigenlijk echt door infectie? Dan hebben we ook de lokale warmte, de udeemfase, exudaat, nieuwe pijn of pijntoename. Zeer belangrijk, als de wonde na enkele dagen begint rood te zien en die patiënt zegt dat begint meer en meer pijn te doen, dan moet je zeggen van, let op, we zitten hier waarschijnlijk in een infectieuze fase of aan een infectieuze fase terechtkomen. Poes, als er etter aanwezig is, dan leidt dat is dat evident. Ubi poes, ibi ivacua, dan moeten wij de etter verwijderen. Koorts, stagnatie van wondgeling, absedering, abscesvorming, slechte geur. Dat zijn de tekenen van een infectie. En als we, ik heb dat hier er weer tussen, dat is weer een verband. Ik ben er geen goede vriend van. Dus zie je dat verband? Het kleeft niet in, het kleeft hier fantastisch goed in. En wat ziet je? Je kunt hier zeer goed de vierkante contouren zien rond die wonden. Iedereen zou kunnen zeggen, is dat nu een ontsteking? Nee, dat is geen ontsteking. Het is een irritatie ten gevolge van het verband. Goed, een wondinfectie kan verder escaleren. En wat zien we dan? Verder uitbrengen van het erythem, lymfangitis, eudeem, crepitaties, wonden verslechterd, dehiscentie, wonden bloedgemakkelijk. Voor mij zijn dat twee zeer belangrijke factoren om te weten is dat een wonde nu geïnfecteerd of niet. Als je een wonde hebt, na enkele dagen begint de patiënt te klagen over meer pijn. En de patiënt begint ook te klagen over, of men ziet dat de wonde zeer gemakkelijk bloedt, dan moet je opnieuw heel zeker culturen nemen en heel zeker de wondzorgarts erbij roepen en zeggen, kijk, we zitten hier toch met een duidelijk probleem. Belangrijk als verpleegkundige, dat is altijd de roodheid omlijnen met een stift. Je moet daar niet bang van zijn, maar altijd de lijn trekken rond de roodheid en verder evolueren, zal die roodheid uitbreiden of breidt die roodheid niet uit. Zeer belangrijk. Goed, wondstaal, ik heb er nu een paar keer over gesproken. Je had ervan verschieten nu. Wondstalen afnemen, iedereen kent de wissers. De wissers zijn de slechtste stalen. Kun je geen slechte staal nemen dan een wisser.
En er bestaat ook nogal wat onduidelijkheid. Hoe moet je dat nu eigenlijk nemen in een wester? Wel, dus in feite moet je de wonden goed reinigen. Daarna debrideren. De wonden opnieuw spoelen met fysiologisch water. En dan neem je een staal op levend weefsel. Bacteriën, het zijn sommige mensen die zeggen, we gaan een stukje van die vuiligheid hier nemen van een wonde. En we gaan dat op cultuur plaatsen. Dat is geen goede methode. Bacteriën leven niet op vuiligheid. Bacteriën leven op gezond weefsel. Dat is hun voedsel, dat is hun zuurstof. Dus je moet een staal nemen op het meest gezonde, het meest goed doorbloede gedeelte van de wonden. Dan heb je een goed staal. Hoe doe je dat? Levine techniek, dus ongeveer 5 à 10 seconden rond over een vierkante centimeter en drukken. De bacteriën, dat zit niet altijd oppervlakkig, dat zit juist 1 tot 2 mm diep. Dat dringt in de wonden. Je moet dus een klein beetje drukken, waardoor dat gevocht uit die wonden wegdringt, vocht uit die wonden wegduwt, bij manier van spreken, en zo een staal kan nemen. Goed, ik moet echt serieus verder doen, want ik heb nog veel te vertellen. De behandeling, wel, we hebben dat dus gezegd. Dus vanaf het ogenblik dat men denkt aan een infectie en men neemt een staal en men heeft een affirmatie dat er bijvoorbeeld dat er een staphylococ in zit, of dat er een enterococ in zit, of dat er een pseudomonas in zit. Pseudomonas gaan je trouwens ruiken en zien. Dan moet je heel zeker de arts verwittigen die antibiotica zal voorschrijven. Topicale antibiotica is niet aan te raden. Ik heb een indruk dat er weer een rage is om fucidine te geven aan de fucidine aan te brengen aan de patiënten. Dat is niet zo goed. Dat is lokaal antibioticum, heeft locoregionale resistentie. Denk aan de isobetadine. Isobetadine is nog altijd een fantastisch middel om antiseptisch te werken. De open wonden komen meer opnieuw bij de open wonden. Een open wonde moet je spoelen. Je moet de wonden goed reinigen. Dat zijn hier spoelmiddelen. Bij ons wordt dat onmiddellijk verticaal geclasseerd. Waarom? Je kunt daarmee je wonden spoelen. Je spoelt daarmee je wonden. Je maakt daarmee je wonden nat, maar je spoelt daarmee je wonden. Dat is een andere methode, een ziekenhuismethode. Je neemt een zakje fysio, je steekt daar een naald in en je spuit dat op een wonde. Dat is ook een wonden nat maken. Dat is ook geen wonden spoelen. Er is maar één manier om een wonde te spoelen, dat is deze manier. Je neemt een spuit van 50 ml en zet er een naald op of een katheterken op en je spuit krachtig op een wonde. Dat is de enige manier om wonden te spoelen. Dan gaat je niet alleen oppervlakkig, maar ook in de diepte goed spoelen. Geeft men een krachtige straal. De douche is ook door iedereen gekend. Ik heb dat vergeten te zeggen in het begin. Weet dus, als je een wonde hebt, een gewone gesloten wonde hebt, dat die wonde na 8 uur dicht is. Dus na 8 uur kun je in theorie in feite douchen. We hebben daar een hele discussie mee gemaakt, heel lang geleden, over dames die bevallen waren met een keizersnede. Wanneer mogen die dames in de douche? Vroeger was dat zo, dat is ook heel lang geleden hoor. Dat was dan hier een transparant verband, dan nog een transparant verband erboven, dan nog een verband erboven, dan eventueel nog een randdoek, dat heel zeker niet nat zou worden. Nee. Een vannenstiel, dat is bij een inciso caesarei, die kan in feite na 8 uur mogen die mensen douchen. Wij vragen heel veel of in de wondkliniek is een standaardtherapie bij ons altijd douchen, zelfs bij open wonden. Ja? Goed, let op voor douchen. Als je douchen neemt, moet je ervoor zorgen dat de patiënten geen regenwater gebruiken. Het moet stadswater zijn. Als je regenwater gebruikt, regenwater zit vol met pseudomonassen. En als je een miserie hebt, dan moet je een wonde laten douchen met regenwater. Dan ga je heel veel problemen hebben. Dat zijn de klassieke tekenen van pseudomonas. Lichtgroen, heel, heel slecht geurend. Ik heb dat al een keer bedacht hoe dat zou kunnen doen. Maar als men dergelijke lezingen houdt over pseudomonasbesmettingen, zou men in feite binnen het binnenkomen van de zaal alleen een potje met pseudomonas moeten geven om die geur te onthouden. Nu, het zou niet aangenaam zijn in de zaal. Goed. Dat is hier ook het wondermiddel Prontosan. Ik denk dat dat meer en meer ingeburgerd wordt in de heelkunde, in de ziekenhuizen, ook in de thuisverpleging, Prontosan. Wonden moet gespoelen met Prontosan. Dat is het meest ideale. En waarom moet je wonden spoelen met Prontosan? Ik kan er ook heel veel over vertellen. Dat is PHGMB die erin zit. Polyhexametyleen biguanide. En wat doet dat? Dat geeft als er bacteriën, zelfs gezonde bacteriën, in een open wonde zitten, wat doen die bacteriën? Die bacteriën gaan een slijmlaag maken. Men zegt dat in de glycolix. En die slijmlaag, dat omgeeft die bacteriën. Wat gebeurt er? Als je een antisepticum aanbrengt, of als je een antibioticum aanbrengt, dan ga je die bacteriën zeer moeilijk bereiken, omwille van het feit dat die slijmlaag daar rond ligt. Maar nu, die Prontosan, die maakt die slijmlaag kapot.
Sommige thuisverplegingen zijn kwaad op mij, omdat ze zeggen, als wij wonden, mensen naar huis sturen met wonden, dan zeggen wij altijd, je moet een verband nemen, een katoenen verband nemen, je moet dat goed doordrenken, dus eerst een douche nemen, dan goed dat verband, of een katoenen compress, goed nat maken met Prontosan, en moet dat daar minstens een half uur laten opleggen. Ik heb al boos telefoons gekregen van thuisverpleging, en terecht, die zeggen, kun je dat toch geen half uur bijzetten? Nee, maar met een klein beetje educatie kan een patiënt dat zelf doen. En ik heb daar eigenlijk geen probleem meer mee. En dan spreekt men af met de thuisverpleging, zo laat moet je komen, en tegen dan zal dat een half uur tot drie kwartier ingeweekt hebben. Maar de Prontosan-compress moet het toch... Vroeger zei men 10 minuten, dan is het naar 20 minuten gekomen. Ik neem veiligheidshalve 30 minuten, omdat je dan niet alleen de gram-negatieven, maar ook de gram-positieven kapot kunt maken. Dus een half uur kun je een Prontosan-compress goed doordrenkt op de wonden leggen, doet wonderen. Goed. Dat is hier bij geïnfecteerde wonden. Ik blijf nog altijd bij mijn isobetadine, zowel de gel als de dermicum. Ik weet niet of je dat weet. Hoe meer dat mijn isobetadine verdunt, hoe sterker dat het werd. Maar je mag het ook niet maken. Dat je zegt, ik ga nu een liter water nemen en ik kan er 1 cc isobetadine in doen. Dat gaat ook niet werken. Hè? Maar bijvoorbeeld een 10% verdunning. Dus als je 10 ml op 100 ml fysio doet, heeft dat een zeer krachtige werking. Ja, het is onmiddellijk een heel krachtige werking. Maar nadeel is dat het niet lang duurt. Terwijl als je het niet verdunt, dan zal het minder krachten starten, maar het blijft zeer lang inwerken. Dat is het groot verschil tussen de oplossingen en de ding. Wij gebruiken heel graag inadine. Waarom inadine? Dat is hier tule-isobetadine en dat is inadine. En iedereen ziet onmiddellijk het verschil. Een tule-isobetadine, dat is een katoenvezel waarop dat er isobetadine gel gebracht werd. Als men dat op een wonde legt en verwijdert die tule-isobetadine, heeft men een wet-to-dry effect. Dat wil dus zeggen, de katoen is ingeroeid in de wonden. Als je dat verwijdert, dan zou je daar eigenlijk een bloeding veroorzaken. Inadine is een kunstvezel, kunt je zeer gemakkelijk verwijderen. Wat gebruiken wij nog bij geïnfecteerde wonden, maar minder kracht, dat is de Flaminal. Ik moet daar geen uitleg over geven. Iedereen kent de Flaminal. Wordt trouwens te pas en te onpas gebruikt. Ik zie Flaminal, dacht ik, zeg maar, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je hier Flaminal oplegt? Dat is, Flaminal kunt je aanbrengen eigenlijk op een weefsel die aan het aangroeien is, die heel mooi rood is, die niet geïnfecteerd is, alhoewel dat er daar twee componenten in zitten die anti-infectieus werken, maar niet zo krachtig als isobetadine. Maar je moet dat maar aanbrengen op een rood weefsel die aan het granuleren is. Wij brengen dat ook aan in fistels of als wij heel diepe wonden hebben. We zien dat ook nogal dikwijls, zeker postchirurgisch, als men kan peilen, je weet wel, je dat peilen. Ik heb altijd respect voor de chirurgen als zij peilen, die mannen durven daaruit duwen. Ik durf zo hard niet duwen als ik peil. En wat doet men dan, of wat deed men vroeger, men steekt dan daar een wiek in. Je moet daar een wiekje in steken als het nog veel vocht traineert, maar vanaf het moment dat er minder vocht traineert, dat doen wij nu, Flaminal Fort erin plaatsen. Die Flaminal Fort heeft ook een zuinig effect en er zit niks in de weg om een granulatie van de randen te bekomen. De Silvercell is een wondermiddel, een zeer goed middel bij wonden die geïnfecteerd zijn. De Silvercell, dat is hier met het woord zegt hetzelfde, dat is een alginaat met zilver in. Sommige mensen, dermatologen, twijfelen aan de werking van zilver. Het is bediscussieerbaar. In literatuur, Wounds International heeft nu laatst weer een artikel gepubliceerd dat men zegt, ja, zilver is nu toch niet zo 100%. Maar aan de andere kant zien we dat zilver de DNA-structuur kapot maakt, dat de celwand kapot gemaakt wordt door het zilver. Dus het is dubieus, maar als wij een alginaat gebruiken, gebruiken wij nogal graag een zilvercel. Een beetje slechte ervaring met deze, dat is de gewone zilvercel, dat is de nieuwe zilvercel. Het ligt daar opnieuw een anti-kleeflaagje op, maar dat werkt niet. Integendeel, ik vind dat echt niet goed is. Die wonden, daar staan ze een klein beetje irriterend daardoor. Aquacel kennen jullie ook, zeer sterk resorbeerd. En opnieuw, de Deus Ex Machina, de jodensorp poeder. Goed, de open wonden. Hoe behandelen wij de open wonden? Wel, eerst en vooral moeten we proberen open wonden preventief te behandelen. We moeten de chirurg die bijvoorbeeld bij een abdominoplastie of als de uroloog ook een wonde moet hechten en men vreest dat die wonde zal openkomen omwille van het feit dat men heel hard heeft moeten trekken op de huid, dan is de Prevena
zeer ideaal. Wat is Prevena? Dat is geen vaktherapie. Dat is gewoon een wonde. Daarboven wordt er een spons gelegd en op die spons wordt er gezogen. Waardoor dat die wondranden naar elkaar toegezogen worden. En men een zeer, zeer goede heling krijgt. Wordt ook vaak gebruikt in de gynaecologie. Dus urologie gebruikt dat ook. Abdominale gebruikt dat ook zeker. Maar Prevena is iets die bekend is. En dan, dat is ook de behandeling, maar de behandeling van open wonden, de behandeling van open chirurgische wonden, is en blijft de negatieve druktherapie. Ik weet niet of er veel thuisverpleegkundigen in de zaal zitten. Als voor de mensen die hier zitten, die in de thuisverpleging zijn, de negatieve druktherapie wordt de toekomst. Ik zeg altijd, als er patiënten komen die een vaktherapie hebben, die komen naar ons in het ziekenhuis, wij smeken dat de thuisverpleging dat verder zou opvolgen. Dat jullie dat ook kunnen. Wij nodigen jullie graag uit om een keer te kijken hoe dat we dat aanleggen. Maar dat wordt de toekomst, hoor. De dag dat het terugbetaald wordt, gaat de vaktherapie, gaat de negatieve druktherapie eigenlijk lineair naar boven gaan, met al de gevolgen van dien, dat jullie dat heel goed gaan moeten kennen om die mensen thuis te verzorgen. Ik wil zeker geen indruk maken, maar het is om jullie te overtuigen van de kracht van een negatieve druktherapie. De kracht van een negatieve druktherapie, niet verschieten, maar nog een keer, het is niet om indruk te maken, maar om een keer te kijken tot wat negatieve druktherapie in staat is. Dat is een, ik ken hier de, kan het als wit stonden. De standaardtechniek, iedereen kent dat, de spons, de kleefpleister en de trackpad. Iedereen weet hoe dat moet aanbrengen, de juiste vorm, grote. Je moet altijd maken dat je contact hebt met je volledige wonden als je een spons aanbrengt. Dus je moet volledig contact hebben. Dan breng je dat aan, wrijven over de passen, knip de randen, konisch snijden. Dus hier zie je een geprepareerd iets, wordt konisch gesneden, omdat een wond over het algemeen konisch naar beneden gaat. Wordt aangebracht met full contact met het slijmvlies. En dan wordt de trackpad erop geplaatst. Dus die fast track of de trackpad, iedereen kent dat, de spons zit hierin, dat is die trackpad. Wat is de grote fout? De grote fout is, altijd dat is een irritatie die ontstaat. De grote fout van een trackpad, dat is primo weer dat men die leiding onder de patiënt legt met opnieuw een kans voor de cubitus. En het andere grote nadeel van wat sommige verpleegkundigen nog tegenkomen, dat is hier het onderste van het trackpad, het onderste gedeelte van het trackpad. Maakt die opening in de plastic groot genoeg. Groot genoeg. Er zijn sommige scholen die zeggen tegen hun studenten dat ze als ze in het trackpad, dus dat zuigelement die op de folie moet geplaatst worden van die spons, in scholen wordt dat aangeleerd dat je moet een kruisje maken. Maar wat gebeurt als je een kruisje maakt? Je begint daarop dus een diagonaal maakt, je bent daarop te zuigen, die vlakjes worden naar binnen gezogen, die verstoppen de opening van in het trackpad en die pomp zegt iedere keer, ik heb een verstopping, ik kan niet verder zuigen. Dus je mag dat absoluut niet doen. Je moet dus een opening snijden die voldoende groot is. Zeker de grootte van €2. Ja? Kijk, dat is hier een voorbeeld van een openingsje. Dat is een driehoekje dat ze gemaakt hebben. Dat is veel te klein. En dan heeft men na enkele ogenblikken problemen dat er niet aangezogen wordt. Dat is hier om dus de doeltreffendheid. Ik heb dat gezegd, nog een keer voor de derde keer. De doeltreffendheid. Dus dat is hier een patiënt met een open abdomen. We hebben die patiënten behandeld met een vaktherapie. Vaktherapie. En dat is het eindresultaat. En dat hebben we hier conservatief kunnen behandelen. Dus die dame in kwestie is volledig genezen met zulke zware wonden. We hebben verschillende soorten vaktherapie, maar ik wil nog voor alleen te besluiten. Het is bijna gedaan, Luc, maar ik voel de hete adem in mijn nek. Dat is hier dat is totaal nieuw. Ik wens jullie het voort. Dus voor de thuisverpleging zal dat zeer interessant zijn. Dus het probleem is een beetje, als je de mensen postoperatief naar huis stuurt met een open wonde, met een vaktoestel, dat is dan een toestelletje, dat weegt niet zodanig veel, maar ze moeten dan met een sakosje rondlopen. En dat kan vervelend zijn. Wat heeft men nu ontwikkeld? Men heeft een snap ontwikkeld. Wat is de snap? Een pompje, een trackpad en een spons. En hoe gaat dat? Dat is hier een abdominoplastie. Ik had geen ander voorbeeld, een kleine opening. Wat doen we? We steken we leggen een hydrocolloïd rond de wonde. We steken dat sponsje daarin. We leggen die trackpad daarop. En dat wordt verbonden met een pompje dat je zelf moet oppompen. Dat is dus niet elektrisch, dat is gewoon pompen. En dat pompje kan aan de zijarm of aan de zijkant van het been gehangen worden. Dan zie je een jonge dame dat wij behandeld hebben. Die was daar heel tevreden over. Was echt, dat is een gsm die aan mijn arm hangt. En die kon daarmee weggaan, terwijl dat ze voortdurend therapie kreeg om die open wonden te helen. Tot slot het urostoma.
Dat is eigenlijk niet mijn specialiteit. Ik denk dat Sophie en Thijs hier ergens in de zaal zitten. Ik weet niet wat dat ze zitten. Maar je moet me vragen tijdens de pauze om meer uitleg te geven. Dat zijn de mensen die de urostoma's verzonnen. Maar ik wil toch... mijn mama was een stomadraagster. Ik heb dat ook altijd beloofd. Van te zeggen van kijk, ik ga toch een woordje vertellen over het verzonnen van een stoma. Het verzorgen van de stoma, maar moet je weten dat de grootste complicaties, het zijn verschillende complicaties, maar de grootste complicatie van een urostoma is de peristomale irritatie. Bij een peristomale irritatie zijn er maar vier oorzaken. Het zijn maar vier oorzaken van peristomale irritatie. Je weet, peristomale irritatie verhindert dat een appareillage gebeurt. Je kunt geen plaat niet meer aanbrengen, je kunt geen eendelen systeem aanbrengen, je kunt geen tweedelen systeem aanbrengen. Dat is als geïrriteerd. Dan zit men in de, dan bestaan er andere middelen om dat te doen, dat is een andere lezing. Maar weet dus, dat is een zeer moeilijk probleem. Vier irritaties. Als je nu de oorzaken weet van de irritaties, dan moet je ook weten wat je moet doen om ze zeker niet te krijgen. Eerst en vooral hebben we de allergische irritatie, daar kunnen wij niks aan doen. Daar kunnen wij echt serieus niks aan doen. Wat is dat? Dat is de huid die reageert tegen het materiaal zelf. Vandaar dat men, het is heel verstandig om in een postoperatieve fase bij een patiënt met urostoma verschillende producten aan te bieden. Je hebt het product van Coloplast, je hebt het product van Convatec, je hebt producten van ik weet niet wat allemaal. Je hebt verschillende producten en vragen aan de patiënt, met wat voel je nu het best? Iedere huid reageert anders, we weten dat allemaal. Iedere huid reageert anders op de producten. Dat is een allergische reactie. Irritatie. We kunnen er niet echt iets aan doen, behalve iets aanbieden aan de patiënt. Van probeer dat of probeer dat. Dan hebben we de insultirritatie. Ontstaat door de stomamaterialen te veel te verversen. En verpleegkundigen die zeggen, we gaan dat weer verversen. Mocht dat niet doen. Als een plaat goed kleeft, laat die plaat kleven. Komt daar niet aan. Dat is de insultirritatie. Dan hebben we de mechanische irritatie. Wat is de mechanische irritatie? Dat is het te brusk en onvoorzichtig verwijderen van de huidplaat. Ik denk nu juist dat ik heb vergeten daar een fotootje bij te tekenen, maar ik heb verschillende foto's van platen die verwijderd, nogal tamelijk ruw verwijderd zijn, waardoor er een ontvelling gebeurt. Die ontvelling is voor een uropatiënt, voor een stomapatiënt, echt een ramp. Dat is echt een ramp. Ik kan daar verhalen over vertellen, ik heb nu geen tijd, maar dat is een ramp voor die mensen. Dan moet dat proberen te vermijden. En dan hebben we de chemische irritatie. Daarmee loopt ovuline onder de plaat. Dat is de meest gekende. De oplossing is juist applicatie. Huidreinigen bij voorkeur met koud water, goed drogen. Cavillon spray of Cavillon Advanced. Juiste opening in de stomaplaat en extra pasta of pastastrip erboven of eronder. Die Cavillon spray, als de huid heel goed is, is dat perfect. Als de huid geïrriteerd is, dan moet je naar een Cavillon Advanced. En ik besluit met een plaatje van een collega van mij. Dat is een collega van mij die bij ons in het ziekenhuis gelegen heeft. Dat is een eindje terug al. Dat zit hier het urostoma. En dat is het gevolg van een zeer, zeer ondeskundige verzorging. Dus heel lang geleden hoor. Een zeer ondeskundige verzorging. Die appareillage was bijzonder moeilijk. Als je dat hier ziet, zulke roodheid zit, dan zit men in feite al in een verdere fase. Hier kan een gewone Cavillon niet meer helpen, maar hier ga je moeten een Cavillon Advanced aanbrengen. Ziezo, dat was het. Ik dank u.